We zijn in Brabant, in het mooie Oorschot. Voor iemand die vorig jaar meerdere WDF-titels pakte en onderhand al een Modus Super Series legende is. Welkom bij Road to Lakeside. We zijn in Oorschot. En dat niet voor niks. Alexander Merks. Een beetje een nieuwkomer op het WDF-circuit. De laatste paar jaren heel veel lokaal gespeeld. Toen net voor corona de stap gewaagd om serieus te groeien. Nou, dat was eigenlijk wel zijn vruchten afgewerkt tot nu toe. Ja, kun je wel zeggen. Na debuut bij de PDC op de Eurotour gemaakt in 2019 uit mijn hoofd. Daarna dan de corona periode gehad. Daarvoor heb ik wel wat WDF-toernooien gegooid los, maar geen compleet seizoen. En dat heb ik in 2022 voor het eerst gedaan en heeft inderdaad zijn vruchten wel afgeworpen. Ja, behoorlijk ook, want je bent helemaal geschiet. Jij hoeft de eerste ronde ook helemaal niet te spelen. Ja. Is dat een voor- of een nadeel? Dat kan beide kanten op, zeker omdat het debuut is. Dus de ene zegt het had lekker kunnen zijn om een eerste ronde te spelen. En de andere zegt van tweede ronde instromen is altijd ook wel fijn. Is altijd fijn. Je hebt wel heel veel podiumervaring, want jij bent vier keer in de Modus geweest. Ja. Vier keer Finals Night. Ja. Hoe kan dat? Je kwam binnen en je voelde je meteen thuis? Ja, eigenlijk wel. Ik kwam daar binnen en ik voelde me daar zo op mijn gemak. De manier hoe dat het gaat, je weet precies wanneer je moet spelen, de structuur. Dat valt me daar heel erg. Maar eigenlijk alles wat je nu zegt heeft de WDF niet. Structuur, je weet waar je moet zijn, dat heeft de WDF eigenlijk niet. Terwijl je daar een heel jaar heel goed hebt gedaan, want anders ben je niet geschiet. Ja, klopt. Heb je gelijk in. Ik snap zelf ook niet helemaal waarom daar dan wel altijd, of best vaak goed lukt. Maar bij de Modus vind ik dat wel heel fijn, de structuur, ja. Wat ook gestructureerd is de Challenge Tour. Ja. Stroef begin. Jazeker. Maar na het eind van het seizoen toe ging het toch steeds beter en beter. Ja. Hoe moest je wennen weer? Was het een beetje zoekende? Challenge Tour in het begin was wel heel erg wennen. Ik kwam ook van de Q-School af met een minder gevoel. Het was niet helemaal zo gelopen zoals ik wilde op de Q-School. En de Challenge Tour, het eerste weekend, ging ook echt helemaal niet. Nul pond verdiend en ik moest echt wel even inkomen daar. Ja. Hoe heb je dat omgedraaid? Want Q-School liep al niet. Dan moet je eigenlijk een heel snelle week na al naar de Challenge Tour toe. Ja. Was dat moeilijk? Ja, was wel heel moeilijk. Zeker met de tegenvallende resultaten vond ik van Q-School. Ik had er iets meer van verwacht. Best hoog ingezet, tourkaart in mijn eigen hoofd natuurlijk, als je daarheen gaat. Met dat slechte gevoel ben ik eigenlijk zo de Challenge Tour ingegaan. Dat heb je uiteindelijk wel in het loop van het seizoen omgedraaid. Heeft Modus daar een rol in gespeeld? Want je mag natuurlijk, ja, zeg, om de drie maanden mag je een keer goeiedag zeggen daar. In jouw geval een stempel drukken. Ja. Helpt dat jou om je niveau op te krikken? Want je komt er ook graag. Ja, ook. Iets meer gaan trainen thuis daarbij, dus echt wel wat dingetjes extra gedaan. Door de week met Maartje wat meer gaan trainen en gewoon proberen om het niveau weer terug te brengen naar waar het was. We hebben het nu over hele grote toernooien. Als we terug gaan naar de Super League en de competitie, heb je ook wat switches gemaakt in de afgelopen jaren. Dat heb je niveau heel goed gedaan. Is dat dan allemaal bewuste keuzes geweest om je dartcarrière verder te ontwikkelen? Zeker weten. De stap die ik heb gemaakt naar de Tilburgse competitie heeft mij voor mijn gevoel wel heel goed gedaan. Een van de sterkste competities van Nederland met eigenlijk elke week een goede team en goede spelers tegen, heeft me daar wel in geholpen, ja. Is dat ook de reden dat je dat echt nodig hebt door de week tegen goede spelers spelen, zodat je niveau ook beter wordt? Ja, heb ik zeker nodig. Ja, Alexander Merks, we hebben een verrassing voor jou. Net als bij elke speler hebben we voor jou ook een speciale verrassing. Zeg, kijk mee. Lex, ik ben ongelooflijk trots op jou. Ik wil je super veel succes wensen en ik weet zeker dat je enorm gaat knallen. Als jij in vorm bent, dan kun je van iedereen in de wereld winnen. Ik ga al jouw wedstrijden kijken en ik sta achter je. Zet hem op, maat. Come on. Yo, Alex. Zoals je weet zijn wij onwijs trots op jou, hoe je het tegenwoordig doet met darten. En we willen jou ontzettend veel succes wensen op het aanstaande WDF-VK. En ik ben er zeker bij. Succes, maat. Hey, Merks. Alvast heel veel succes op Lakeside, maar jij bent onze kampioen. Beste Alexander, ik wens jou heel veel succes op dit debuutjaar van de Lakeside. En ik weet wat je kan en heel veel succes en we hebben alle vertrouwen in jou. Wat doen deze, wat betekenen deze mensen voor jou? Laten we eens even één voor één afgaan. Veel. Natuurlijk Erik, manager. Ja. Ook vriend daarnaast. Gewoon heel veel contact mee. Dan Joppe Bakens. Ja. Begeleid je jou ook mentaal? Dat heeft hij natuurlijk een beetje erbij. Vroeger wel. Vroeger wel wil ik
Toen ik begon als kleine speler, zeg maar als jong mannetje, toen heb ik wel aan de hand veel met Job in ieder geval erover gehad en ik me daar wel een beetje begeleid. Dus ja, ook wel belangrijk geweest. Daarin heb ik ook jaren mee in het team gegooid, Superleague nog bij ons gegooid. Dus ja, dan heb je en Janine, noem ik altijd eigenlijk mijn bonusouders, als slapen dus ook altijd door de week, eet ik altijd door de week, zowel mee als ze moeten dachten. En Sparidaans, ook een maatje. Die wel op de tour zit. Die wel op de tour zit, ja. Wat ook heel leuk was toen ik daar dus voor het eerst was, om daar ja, in ieder geval iemand echt bekend te hebben, lekker mee in te gooien en ja, ook heel veel BDF mee gereisd. Koppeltoernooi in Duitsland nog mee gewonnen, dus mis je hem? Veel mee gedacht. Mis je hem nu? Mis je hem nu? Ja, goed. Op de WDF tour en zo was het altijd gezellig om samen te reizen en alles te doen, ja. Ja, dus dat wel, ja. Ben je klaar voor de dilemma's? Ja. Nou, dan gaan we naar het dartbord toe. Oké. Okay. Alexander Merks, 10 dilemma's voor jou. Je moet kiezen. Mm-hmm. Er zijn altijd 2 opties. Ben je klaar voor? Ja. Dubbel 20 of dubbel 16? Dubbel 16. Koppels of singles? Singles. Een 9 darter gooien en de wedstrijd verliezen, of een 170 finish en de wedstrijd winnen? 170 en de wedstrijd winnen. Caravanverkoper of professioneel darter? Professioneel darter. WDF of PDC? PDC. Thuis of onderweg? Thuis. Jeffrey Sparidaams of Benito van der Pas? Ja. Jeffrey Sparidaams. Six Nations Cup of Four Nations Cup? Six Nations. Michael van Gerwen of Raymond van Barneveld? Raymond van Barneveld. Lex of Sets? Sets. Dan had jij het met eentje heel moeilijk. Ja. Jeffrey Sparidaams of Benito van der Pas. Over Jeffrey hebben we het net al gehad. Ja. Benito is voor het grote publiek een tijdje weg geweest op een bezoekje aan de Modus na. Ja. Maar voor jou is hij eigenlijk niet heel veel weg geweest de afgelopen anderhalf jaar. Nee. Klopt. Dan heb ik hem ook eigenlijk wel een beetje leren kennen eigenlijk. Ik kende hem natuurlijk van vroeger al wel. Maar is nu bij ons in het Super League team gekomen, in het competitieteam en eigenlijk wel een hele goede band mee gekregen. En Jeffrey ken ik natuurlijk al sinds ik echt klein ben. Dus daarom, het is wel een lastige keuze. Kan de ervaring van Benito jou gaan helpen? Die heeft natuurlijk al zo vaak op grote podiums gestaan. Heb je daar wel eens over? Nee, eigenlijk niet. Niet. En dan de Six of de Four Nations, je hebt ze alle twee mogen spelen. Ja. Waarvan de keuze? Six Nations, als ik over het algemeen kijk, vond ik dat ook het leukere toernooi om te spelen. Zat iets meer, het was iets moeilijker ook, want de Four Nations viel qua niveau, vond ik een beetje tegen. Six Nations daarentegen speelde je eigenlijk tegen de iets betere landen en betere teams. En het teamspirit was daarom dat je leg voor leg echt met je team gooide in plaats van een solo en een koppel. En dat optelde, zeg maar. Is voor jou echt een hele mooie beloning het Nederlands team of neem je het erbij? Mooie beloning voor een goed jaar. Alexander, bedankt voor de dilemma's. Yes. Ja, Alexander, zit jouw rode leeftijd er bijna op? Ik heb nog 2 vragen. Q-School 2024. Wat verwacht je en wat hoop je? Verwachtingen vind ik lastig bij Q-School. Omdat daar zoveel goede spelers komen en je eigenlijk afhankelijk bent van de momentopname. Hopen doe ik op een tourkaart natuurlijk. En dan? Laatste vraag is dat aan iedereen. Voor jou is het de tweede ronde. Als je de tweede ronde wint, zie ik ga ervan uit dat je hem wint. Sta je dan voor mijn microfoon? Ja. Gaan we dat doen. Alexander, bedankt. Bedankt voor het kijken van een nieuwe aflevering Road to Lakeside. Vond je dit nou een leuk filmpje? Laat even een blauw duimpje achter op deze video. Wil je meer van dit soort content zien? Abonneer je op ons YouTube kanaal. En dan zien we jullie bij de volgende Road to Lakeside. Hallo. Joehoe. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Wil jij meer van dit soort vette content zien? Neem contact met ons op voor een eventuele samenwerking om nog veel meer van deze mooie series te maken.